Dus van harte welkom bij deze online training bij stap 2 van de 10 stappen. En vanavond gaan we het hebben over mindset. Nou, goed dat je hiervoor hebt aangemeld. Mijn naam is Harm van Wijk en vandaag laten we dus zien hoe je dus... en dan ga ik even naar de volgende slide. Is mee. Ja, een eigen strategie kunt opzetten met dividendaandelen. En dat kunnen we dus, kun je dus zelf ontwikkelen in slechts 10 stappen. Nou, dit is de eerste keer dat ik deze challenge doe. En ik heb ontzettend veel zin in en ik hoop jij ook. En als dat zo is, laat het even weten in de chat. Ook als het niet zo is, maar ik heb het liever dat je deelt als het wel zo is natuurlijk. Mindset. We gaan het hebben vanavond in ieder geval in het eerste deel waar ik even een inleiding geef over. Geef ik even een intro. Ik ga even wat de theorie en praktijk, wat voorbeelden en we gaan het hebben over de winnaarsmentaliteit. Allereerst even het handelen op de beurs. Dat kan op een aantal verschillende manieren. Je kan het fundamenteel doen of technisch doen. Nou, fundamenteel is redelijk mechanisch. Hè? Dus je kunt op die manier precies kijken wanneer je gaat instappen en wanneer je gaat uitstappen. Het is discretionair. En technisch kan je ook volledig technisch eigenlijk programmeren. Wordt steeds meer gedaan met allerlei bots. Ook discretionair. Nou, mechanisch versus discretionair. Je kan het volledig programmeren natuurlijk. Hè. Vaste regels in uitstappen, daar kun je dus ook gebruik maken van software. En dan heb je dus minder problemen met mindset dan met discretionair. Want daar heb je de vraag, heb je daar vaste regels voor? Of ga je dus puur op basis van ja, wat je dus ziet, wat je waarneemt, beslissingen nemen? Nou, bij mechanisch ga je dus elke setup en trigger ga je handelen. Dus krijg je een koopsignaal, doe je er wat mee. En bij discretionair ja, laat je het afhangen van wat je daar verder van vindt. Dus ook daar hè, komt dus je mindset speelt daar een veel belangrijke rol. Bij mechanisch heb je dus geen invloed van nieuws of events. Je hebt geen invloed van de trader. He, geen emotie, ahem. Dat is ook natuurlijk een, ook al is het mechanisch, mindset, emotie blijft natuurlijk altijd een belangrijke rol spelen. En je hebt natuurlijk voor je gaat automatiseren en terugtesten, ga je vooral kijken naar de statistiek. Discretionair is wat anders, hè? Dus je gaat zelf beslissen wanneer ga ik instappen, wanneer ga ik uitstappen, waar ga je instappen en waar ga je uitstappen. Dus je bepaalt zelf of een trade wordt aangegaan of niet. Emotie is daar een cruciale rol speelt daarin. En ja, je hebt daar alleen live statistiek. Omdat ja, jij bent iedere dag anders. En dus zijn de statistieken ook anders. En dat is dus niet te automatiseren. Nou, ik wil dat illustreren eigenlijk aan de hand van een aantal voorbeelden. En probeer aan de hand van deze voorbeelden in te schatten wat er gaat gebeuren. Nou, dan hebben we hier een grafiek. En ik ben eventjes benieuwd in de chat. Wat verwacht je wat er nu gaat gebeuren? Deze koers is al aardig gestegen. Karel zegt goedenavond. Ik ben ook alweer van harte welkom, Karel. Karel, laat even weten. Wat zou je hier doen? Zou je hier instappen of uitstappen? Laat het eventjes weten in de chat. Dan kunnen we kijken of er ook wat... Maurice zegt uitstappen. Nou, ik ga even laten zien wat er verder gaat gebeuren. Nou... jammer Maries, want het ging nog verder door. Dus hier zie je dat het toch lastig is, ook op basis van jouw gevoel, jouw emotie. Eruit gaan, zegt René. Herbert zegt afwachten. Ja, dat is ook wel een goede natuurlijk. Nou, dan als je had afgewacht, was het in ieder geval verder gestegen. Een ander voorbeeld. Wat zou je hier doen? Arthur zegt stop losstellen. Dat moet je sowieso doen, gaan we het ook over hebben. En Adrie zegt hallo. Hallo Adrie, leuk dat je erbij bent. Laat even weten in de chat wat je hier zou gaan doen. Koers is opgelopen, is wat teruggezakt. Wat ga je hier doen? Handhaven, zegt Karel. Ik zal even laten zien wat er verder gaat gebeuren. Nou, inderdaad, handhaven. Daarna is de koers verder gelopen. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, we hebben nu 3 lagere toppen. Dus we gaan eruit. Koers is na een stijging in de consolidatie gekomen. En, maar dat bleek eigenlijk het begin te zijn van een fantastisch mooie rally. Nou. Herbert aanhouden, dus Herbert valt volgens mij weer in de prijzen. En ik ben, ik liet hem wel eventjes stiekem zien. Wat zou je hier doen? Koers heeft een flinke duikeling gemaakt. Wat zou je hier doen? Ik zal hem laten zien, want ik liet hem toch al zien. Nou, daarna is hij nog verder gestegen. Heel veel traders zou ik zeggen, nou weet je wat, hij is nu zo ver gedaald. Hij is nu lekker goedkoop. Laat ik nu maar instappen. Een volgend voorbeeld. Ook hier. Zie je dus dat het op een gegeven moment daalt en dan verder blijft dalen, ondanks dat heel veel mensen natuurlijk toch dan zouden zeggen van ja, weet je wat, het is nu zo ver gedaald, ik ga nu lekker instappen op het laagste niveau.
Hier hebben we een voorbeeldje. Koers is opgelopen, is gedaald, teruggeveerd. Test of is onder het steunniveau gekomen van de vorige. Herbert zegt afblijven. Nou, even kijken wat er dan gaat gebeuren. Nou, daarna is het inderdaad gewoon ook... Nou, Herbert zit goed in de wedstrijd volgens mij, Koen. Hè? Dus die gaat door voor de koelkast. Dus hier een beetje een zijwaarts verhaal. Dus ook hier, het is lastig te voorspellen wat er allemaal gaat gebeuren natuurlijk. En daar komt ook een stukje ego bij kijken. Nou, de meeste traders denken dat ze de toekomst kunnen voorspellen. Hè? Dus te kunnen op basis van de grafiek inschatten wat er gaat gebeuren... En dat blijkt toch wel wat lastiger te zijn, zoals we net hebben gezien bij deze voorbeelden. 92-95% van de traders maakt structureel verlies. En dat heeft ook alles te maken met die emoties. Met een selectief geheugen, want ja, de slechte dingen vergeet je heel snel. En de goede dingen, ja, daar ga je het liefst natuurlijk eventjes een mooie foto van maken en aan de muur ophangen. Dus je hebt over het algemeen ook natuurlijk een selectief geheugen. De meeste mensen vallen ook terug in oude gewoontes, omdat ja, iets van 95% van alle beslissingen die we dagelijks nemen, doen we volledig op de automatische piloot. Dus als we dingen anders willen doen, dan moeten we onszelf gaan herprogrammeren. Omdat je anders heel snel terugvalt in oude gewoontes. En ook daar komt natuurlijk een mindset, speelt natuurlijk een belangrijke rol in. Nou, en dan is natuurlijk de vraag, hoe goed ben je nu eigenlijk? Hè? Ik ga een munt opgooien. Als je op kop landt, dan maak ik een euro winst. Op munt maak ik 1 euro verlies. He, dus voor de traders, je take profit ligt op hetzelfde niveau als je stop loss. Dus je kan net zoveel verliezen als dat je kan winnen. Nou, als je 100 keer hebt gegooid, hoeveel winst heb je dan? Nou, even kijken of hier mensen zijn die goed kunnen rekenen vanavond in ieder geval. He, als je een munt, als het goed is 50-50, he, als er niks is gebeurd, dan heb je dus... Ad zegt 50 keer, nee, je hebt 50 keer gegooid, 50 keer winst, maar ook 50 keer verlies, 50% kans, zegt René. Maar hoeveel winst heb je na 100 keer gooien? 0, zegt Arthur. Nou, daar kan ik me wel in vinden. Even ervan uitgaan ook, je hebt geen transactiekosten, geen spread, dus geen verschil tussen bied- en laadkoers, waar je natuurlijk in de praktijk wel natuurlijk gewoon mee te maken krijgt. Dus als je random long gaat in de euro-dollar en je gaat eruit bij 100 euro winst of bij 100 euro verlies, dan na 100 transacties, hoeveel winst heb je dan? He, dus even uitgaande dat je geen transactiekosten en geen spread hebt. Nou, ik zie ook hier Arthur, Adrie, zeg ook allemaal 0-0-0. En hoeveel winst maakt de gemiddelde trader dan? Want ja, dat is natuurlijk ook belangrijk, hè, wat we net al hebben laten zien. Heel veel mensen natuurlijk gewoon niet succesvol zijn. Nou, en dat komt onder andere natuurlijk omdat het lastig is om de toekomst te kunnen voorspellen. Er is niemand die dat eigenlijk gewoon kan. Als er iemand is die zegt dat het wel kan, hard wegrennen. 92-95% maakt ook structureel verlies. Dat komt ook door het ego, door het selectieve geheugen. En omdat je dus terugvalt in oude gewoontes. De emoties, die gaan ook een rol in spelen. Dus greed en fear. Ja, dus angst en hebzucht in goed Nederlands. En dat is over het algemeen een slechte raadgever voor traders. Dus dat is ook belangrijk om dus je emotie uit te schakelen. Ook daar gaan we natuurlijk nog uitgebreid over hebben tijdens deze training. Ja, hoe ga je je emotie uitschakelen? En doen wij dus onder andere door middel van het gebruik van software. En ook de verwachting die je dus hebt over de toekomst. En ook een enorme zelfoverschatting. De meeste mensen denken, hoe moeilijk kan het zijn? Laag kopen, hoog verkopen, Koen. Dat moet volgens mij iedereen kunnen. Alleen in de praktijk blijkt het natuurlijk toch wel altijd eventjes een beetje tegen te vallen. Nou, dus psychologie, daar komen we een beetje op het terrein van Koen in ieder geval. Het is lastig om geen mening te hebben. En je hebt de invloed van het nieuws natuurlijk. Dus kijk niet naar het resultaat van de transactie, maar naar de reeks van transacties. En de reeks, die bepaalt dus eigenlijk de statistiek en niet een losse transactie. En dus het is heel erg lastig dus om geen mening te hebben. Dus kijk ook naar één transactie. Of kijk niet naar één transactie. Of er al winst of verlies staat. Maar kijk ook gewoon, als je 100 transacties hebt gedaan, dan kun je ook iets zinvols gaan zeggen. Bepaal ook je positiegrootte. Dus ga niet 100 keer de AIS kopen.
Hè? Omdat je, maar doe het dan met kleine stapjes. Hè? Van kleine slokjes word je ook dronken. Wordt een bekende uitspraak in ieder geval. Want hoe groter de positie die je inneemt, hoe groter de emotie die je ook... en hoe meer emotie, hoe groter de kans dat het misgaat in ieder geval. Want je ego speelt ook op allerlei verschillende manieren met je. Dus daarom is mechanisch makkelijker. Hè? Dus middel van software, kopen, verkopen, kopen, verkopen. René vraagt, welke software is dat? Als het goed is, is Jasmin er ook bij. Ik ga even checken of Jasmin er ook... Want die had in ieder geval beloofd dat ze erbij zou zijn. Ja, die is er ook bij. Dus die ga ik gelijk nog eventjes promoveren tot panelid. Dan kan Jasmin daar zometeen misschien iets over vertellen. Over welke software dat in ieder geval is. Even kijken. Als Jasmin in ieder geval aangeeft. Ja, het is volgens mij nu gelukt met Jasmin. Ze is, als het nu goed is, nu panelist. Ik kan ze zo meteen daar ook iets over delen. Even kijken. Dan ga ik eventjes verder met de presentatie. Oh, wacht. Jasmin is in ieder geval nu binnen. Dan ga ik ze gelijk eventjes co-host maken. Zo. Dus mechanisch is het natuurlijk makkelijker. Dan gaat Jasmin zo meteen aan het einde iets over onthullen. Wat Jasmin daarvoor in ieder geval wil kunnen doen. Dag Jasmin. Hey, goedenavond. Leuk, baby. Je klinkt wel een beetje alsof je onder het dekbed zit. Zo te zien niet, maar het klinkt in ieder geval een beetje gedempt. Ik weet niet, ik denk dat je me nu beter hoort. Ja, nu is het beter inderdaad. Heb je even het dekbed aan de kant gegooid? Ja, sorry. Ik kom net uit mijn bed. Moest ja, precies. Ja, het is een mooie tijd om op te staan ook. In ieder geval, 8 uur 's avonds. Zeker. Nee, maar hele goede inderdaad, Harm. Mooie vragen. Ja. Als even erop terugkomen. Dus ik laat jullie even jullie ding doen. Ik ben er gewoon. En het is een leuke verrassing voor jullie. Dus daar kom ik zelfs even op voor mijn gedeelte. Kom ik daar op terug. Heel goed, heel goed, heel goed. Nou, dan gaan we nog hebben over de winnaarsmentaliteit. De meeste mensen denken, ja, dit gaat hem worden. Hè? De volgende Google of Facebook. Die gaan we, of de volgende Tesla. Nu ga ik ervoor. Positief blijven, positieve mindset. Hè? Ook daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Nou, de meeste mensen die proberen dat. Nou, als het de buurman kan en lukt, dan moet het mij ook lukken. Nou, het is allemaal heel erg leuk, dat positief denken. Maar uiteindelijk heb je als trainer natuurlijk gewoon maar één taak. En dat is gewoon de strategie foutloos uitvoeren. Ook daar is het natuurlijk heel belangrijk dat je mindset dus op orde is. Om dus foutloos dat te doen. En als je een fout maakt, daarvan leert... En de volgende keer daar in ieder geval dat beter kan doen. Dus de trainingsmentaliteit. Een van de belangrijkste dingen die je dus nodig hebt, is een goede betrouwbare strategie. En het hebben van een systeem, het hebben van handelsregels, waardoor je dus niet op je emotie hoeft te varen. Money management gaan we het ook over hebben in de volgende stappen. En dat je strikt die strategie volgt. Nou, dan de vraag, denken of doen. Volgens Oliver Velez, een bekende trader, is een mooie uitspraak. Is thinking is overrated. When you have to think, you don't know. But when you know, thought is not needed. Dus je moet het gewoon weten. Dan hoef je ook gewoon niet meer na te denken. Hè? Ook een leuke uitspraak is ook. Je kan denken beter aan een paard overlaten. Die heeft een groter hoofd. Maar ook hier bij het traden. Je hoeft dus niet meer na te denken. Je moet het hebben van een goede strategie. En software kan je daar in ieder geval ook bij helpen. Nou, dus je moet dus weten wat je moet doen. En als je dat weet, ga je niet iedere keer nadenken. Nadenken geeft ruimte voor twijfel en erger nog emotie. Want ja, als iemand jou vraagt van hoe heet je, dan hoef je daar niet over na te denken. Jasmin zal dan waarschijnlijk Jasmin zeggen. Schat ik zo in. Dus daar hoef je niet meer over na te denken. En je weet dat gewoon. Als je het weet, wordt het zo makkelijker. Nou, hoe hou je dan controle? Zorg ervoor dat je verliezen van geld dus geen invloed op je heeft. Begin dus met een demo. Begin klein. Ga niet gelijk met hele grote transacties aan de slag. Zorg voor een goede werkomgeving. Hè? Een werkomgeving die schoon is, opgeruimd is. Zodat je dus niet afgeleid wordt. Niet allerlei dingen hoeft te gaan zoeken. Zorg dat je fit bent. Nou, daar kan Koen ook alles over vertellen met CrossFit en tennis. Maar ik weet niet of hij daar ook over tennis gaat praten. Ik denk met name stressmanagement. Maar misschien heeft hij daar een mooie aantal voorbeelden voor. Ga niet hopen op die grote klapper. Hè? Dus ga gewoon eerder focussen op die kleine slokjes. Waardoor je ook dronken kan worden. En door voldoende goede ervaring groeit je vertrouwen in de strategie. En wordt het steeds makkelijker om je emotie eruit te laten. Dus stick to the plan. Dus plan your trade and trade your plan. And if you fail to plan,
your planning to fail. Dus ook mooie one-liners. Hadden net al even over Koen, over een aantal zaken die zijn eigenlijk wat dooddoeners, maar ze zijn over het algemeen natuurlijk wel waar. Dus herhalen. 5% van ons handelen wordt aangestuurd door ons bewustzijn. 95% is onderbewustzijn, is geprogrammeerd. Dus je kunt er dus aan de slag gaan om jezelf dus te gaan herprogrammeren tot succes. Zorg dus dat je dat wordt opgeslagen door te herhalen, wordt opgeslagen in je onderbewustzijn. Nou, meten is weten, gissen is missen, gokken is dokker. Ja, dus zorg ervoor dat je weet wat je aan het doen bent. Maak een tradingplan met daarin een strategie, dus precies hoe je gaat handelen, welke regels je hanteert, hoeveel risico je per dag of per trade in gaat nemen, je money management, hoe dat eruit ziet. Hou je trades bij, want dan kun je kijken of je ook aan je systeem houdt. Want iemand voor de rek houden is lastig. Maar jezelf voor de rek houden is over het algemeen vrij eenvoudig. Hè? Dus Jasmin, die zie ik al lachen. Dus die heeft daar misschien ook ervaring mee. Jezelf voor de rek houden. Ja, wie niet? Dus nou, hoe gaat het eigenlijk? Hè? Hoe gaat het echt in de praktijk? Leer dus van je fouten. En je sluit ook op die manier een cycle af. En je sluit de proces dus af. Nou, wat past bij jou? Belangrijk, hè? Je kunt traden, dus snel kopen, snel verkopen. Je kunt gaan beleggen. Je gaat dan kopen en verkopen. Maar je hoeft maar één keer in de week te gaan kijken. Bijvoorbeeld door middel van software. Of je gaat investeren. Nou, investeren is dus wat anders. Is dus eigenlijk gewoon het kopen of bijkopen als het goedkoop is. En in principe dus nooit meer gaat verkopen. Hè, zolang je iets doet, hè, als je een eigen bedrijf hebt, dan ga je investeren in je bedrijf. Je gaat niet kijken naar de waarde van je bedrijf iedere dag. Je gaat eigenlijk gewoon focussen op je kaststroom. Dus eigenlijk gewoon op je inkomen. Dus je bent op dat moment met een andere bril op aan het kijken. Nou, wat past bij jou? Je kan er ook gewoon kijken naar opties. Hè, dus snel winst binnenhalen. Dus je hebt een hoog hitratio. Vergelijken met vissen. Je gooit die hengel uit, een klein visje, en je haalt die binnen. Je hebt een lage winst-verliesratio, maar een hoge hitratio. Of dan ook makkelijker om het lange tijd vol te houden. Trendvolgend beleggen heeft een laag hitratio. Wordt al wat lastiger natuurlijk, hè, want als je 60-70% van je transactie met verlies afsluit, wordt het lastiger om je aan te houden. Je verdient wel geld, want je hebt wel een veel hogere winst- en verliesratio. Maar je moet eens kijken wat past bij jou. En dat is dus die zelfkennis heel belangrijk. En investeren, dan leg je dus je focus op je inkomen en niet dus op je koerswinst. Het is hitratio, winst-verliesratio, die zijn niet zo belangrijk. Het gaat er vooral gewoon om dat jij focust op je inkomen. Nou, dan ben ik even benieuwd of er vragen zijn op dit moment. En anders ga ik graag aan jou voorstellen. Dat kan ik ook alvast eventjes doen. Koen, want ik zie dat er in ieder geval steeds meer mensen nog zijn binnengedruppeld. Koen is medeoprichter van de Mindset Academy, is sport- en prestatiepsycholoog, is psycholoog en ACT-coach-therapeut. Gaat hij waarschijnlijk zelf van alles over uitleggen wat dat precies inhoudt. Heeft ervaring als tennistrainer. Ook belangrijk natuurlijk om de juiste mindset te hebben. Heeft daarvoor ook een licentie bij de KNLTB. Hij tennis zelf en hij doet ook aan CrossFit. Dus hij is super fit volgens mij. René zegt welke software is dat. Dat gaan we nog niet onthullen. Jasmin komt daar in ieder geval aan het einde nog eventjes op terug. Met ook een hele mooie verrassing. Mocht je tussendoor vragen hebben, deel ze gewoon via de chat. Dan kunnen Jasmin en ik of Koen daar in ieder geval op reageren. Voor Koen zou ik zeggen, wacht eventjes met het stellen van vragen tot het einde. Koen heeft er een hele mooie presentatie voor. Dus waarschijnlijk komt het komt dan ook nog aan bod. Dus Koen, ik zou zeggen, ben je er klaar voor? Je staat nu nog op mute. Dus je microfoon. Ja. Als het goed is, kunnen jullie hem inmiddels zien? Ja, zien, horen. We kunnen je scherm zien. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Helemaal perfect. Ja, superleuk dat ik hier deze presentatie in ieder geval mag gaan doen. Ik ga nog eventjes de chat zoeken. Die hebben we ook wel even nodig. Even kijken, check. Ja, zoals Harman een beetje zei, we gaan het vandaag hebben over een stukje psychologie, over een stuk mindset. Dat is aan de ene kant gaat het over een stukje tijdens het traden, tijdens het beleggen. Er gaat ook een heleboel, eigenlijk alles wat daar buiten speelt.
Mijn doel is om jullie in ieder geval niet alles mee te geven wat er is. Dat gaat niet lukken qua oplossingen, maar in ieder geval wel een stukje inzichten mee te geven. Zodat je de belofte die er staat is binnen 1 uur 30.000 euro gaan besparen. Daar zal ik zo nog wat meer over vertellen. Maar in ieder geval om veel mee te gaan geven in deze presentatie, waar je zelf al op het mentale gebied mee aan de slag kan gaan. Nog eventjes kort wat over mezelf. Ik heb inderdaad een hele achtergrond als het gaat om sport en prestatie, psychologie. Zelf altijd op redelijk hoog niveau getennist en mee bezig geweest richting met name jeugdsporters. En ik heb eigenlijk vanuit mijn interesse, vanuit het treden en het beleggen, dat nu meer geïmplementeerd bij deze doelgroep. Dus bij de doelgroep van traders, beleggers, investeerders. Omdat je daar nog, misschien nog wel meer dan in de topsport, ziet hoe mentaal, hoe belangrijk dat mentale proces is. Zeker bij het traden zelf. Eigenlijk is het heel simpel. Als je je houdt aan bepaalde regeltjes, dan is het eigenlijk niet zo ingewikkeld. Maar vaak zitten we onszelf heel erg in de weg door ons niet te houden aan het plan. Dus zolang je maar aan het plan houdt, komt het goed. Maar emoties, bepaalde valkuilen, bepaalde persoonlijkheidskenmerken, die komen daarbij van pas. Of juist niet, of die gaan dus in de weg zitten. Dus hoe ik werk is voornamelijk dus met traders om een stukje prestaties te gaan verbeteren tijdens het traden zelf. En door te focussen op het stuk mindset wat daarbij speelt. Maar ook met name door alles weer uit te zoomen en te kijken wat speelt nou rondom het traden. Hoe ziet je leefstijl eruit? Hoe ben je bezig met slaap en een stuk voeding? Hoe lig je in je vel? Want als dat goed zit, dan is de rest ook heel veel makkelijker. Harm zei het al een beetje, ik ben afgelopen week wat ziek geweest. Dan merk ik dan ook dat ik al wat meer mijn best moet doen om zo'n presentatie bijvoorbeeld even voor te bereiden voor vanavond. Voor de vragen, in principe doen we het meeste op het eind. Mochten de dingen echt even niet duidelijk zijn, vraag ze even in de chat. Wat ook kan als je bijvoorbeeld persoonlijke vragen hebt, bereik me op een van de kanalen hierna. Ik ben altijd hartstikke... sta ervoor open überhaupt om mensen te helpen. Dus voel je vrij om ergens een berichtje te gaan sturen. Maar voor nu gaan we voornamelijk even verder met het doel. Want dat was die 30.000 euro besparen binnen dit uur tijd. Waardoor komt dat? Je ziet hier twee foto's staan. Het zijn twee korte verhalen. Op de linkerfoto zie je mij staan met mijn broertje en mijn zusje. En ik denk dat het een jaar of anderhalf, twee geleden was. Toen had je die bank Trade Republic. Ik zeg had je die bank, want volgens mij is die inmiddels er niet meer. Is die failliet gegaan. Maar die hadden toen zijn actie lopen. Dat ging over van als jij iets doorverwijst naar de ander, dan kreeg je allebei een gratis aandeel. Dat aandeel kon je gewoon weer gratis verkopen. Of kon je direct verkopen. En dan had je eigenlijk tussen de 50 en 200 euro winst. Waar je niet zo heel veel hoefde te doen. Dus ik was daar toen mee bezig. Ik was sowieso bezig met het stukje beleggen, investeren. Tot ik op een gegeven moment met mijn zusje in gesprek raakte en tegen haar zei van maak het even aan, doe het even, dan heb je gratis wat geld. En wat ik eigenlijk voornaamste wilde zeggen, is van weet je, je bent best wel jong. Als jij nou nu al begint met beleggen en begint met investeren, in ieder geval om daarmee bezig te gaan zijn, dan gaat dat je natuurlijk heel veel opleveren in de toekomst. Want ik vond mezelf, ik was 7, 28, toen ik echt hiermee in aanraking kwam en mee ging starten. Een van de eerste lessen die ik leerde was van hoe eerder je begint, hoe beter het is. Of je nou gaat traden of dat je gaat beleggen of investeren. Dat was een van de eerste lessen die Harm denk ik wel zal onderschrijven. Dus ik wilde dat vooral aan haar eigenlijk duidelijk maken. Van je bent best wel jong, volgens mij was het toen 20, 21. Als je er nou nu mee start, dan kan je er al heel vroeg bij zijn. Maar eigenlijk in dat gesprek, en het zal wel zijn omdat ik er dan de oudere broer ben. Maar heel veel weerstand, heel veel angst, heel veel emoties. Waardoor ze eigenlijk al iets wat vrij risicoloos was, niet wilden gaan doen. Ik hoop in ieder geval jullie wat meer mee te geven. En dan niet op het financiële gebied, daar heb ik Harm meer voor. Maar wel meer op het mentale gebied. Vanuit hetzelfde idee van hoe eerder je erbij bent, hoe makkelijker het is om bij te gaan sturen. En eigenlijk in het geval van gezondheid om een hoop ellende te gaan voorkomen.
Want de tweede foto ziet er heel fijn en zonnig letterlijk uit. Het is ook een mooie plek. Maar het gaat over een burn-out resort waar ik afgelopen jaar gewerkt heb. Hartstikke mooie plek, maar mensen betaalden daar tussen de 20 en 30.000 euro om naartoe te gaan. Om daar binnen een maand ergens wat te kunnen, eigenlijk de eerste stappen te maken in het herstel van een burn-out. En het is goed dat dat soort plekken er zijn. Aan de andere kant hoop ik ook voornamelijk dat er zo min mogelijk mensen zijn. En vaak zie je dat als de focus bijvoorbeeld op het ondernemen of op het investeren of op het traden ligt, dat die hele gezondheid wordt opgeofferd. En dan is het misschien leuk dat je straks veel winsten hebt, maar dan kan je ze dus ook weer uit gaan geven aan een plek om je gezondheid te gaan managen. Dus dat wil ik jullie vandaag vooral helpen om daar wat inzicht in te krijgen, zodat je wel naar Spanje kan, maar dan vooral om andere redenen, in plaats van daar naartoe te gaan om je gezondheid te herstellen. Ook al gaat het misschien financieel straks een stuk beter. Want als we uitzoomen, het financiële stuk is zeker belangrijk. Als je kijkt naar de drie kopjes die hier staan, gezondheid, fysiek en mentaal, relaties en financieel, dan zie je dat ze allemaal invloed hebben op elkaar. Oftewel, als jij financieel veel stress hebt, dan heeft dat invloed op de relaties die jij hebt. Als je kijkt naar intieme relaties, de meeste relaties gaan uit elkaar, of de meeste mensen scheiden, vanwege financiële stress. Dus je kunt het financiële stuk niet loszien van relaties zelf. Maar datzelfde geldt voor die pijler van gezondheid. Mensen die weinig financiële mogelijkheden hebben, die gaan daarvan op gezondheidsvlak meer stress hebben, meer klachten hebben. En andersom ook, mensen die qua gezondheid niet goed in elkaar zitten, of die meer klachten gaan merken, die gaan financieel mindere of slechtere beslissingen nemen. Dus het doel is uiteindelijk om deze alle drie zo goed mogelijk te hebben. Nou, dat je voor al die cijfers ergens een beetje, of al die gebieden, een 8 kan geven. Wat we over het algemeen zien, is dat het qua stress gewoon niet zo goed gaat, in ieder geval niet in Nederland. Als we de laatste cijfers mogen geloven, dan zijn er rond de 1,3 miljoen mensen die last hebben van stress en burn-out klachten. En hoewel de doelgroep waar we vandaag mee zitten geen studenten zijn, maar ongeveer 80% van de studenten heeft ook flinke stressklachten. En dat is op zich interessant, waarom dat nou in deze tijd zoveel gebeurt. En aan de andere kant, er zijn ook mensen die misschien wel dezelfde hoeveelheid stress of veel meer stress hebben, maar diezelfde stress voor zich kunnen laten werken. Op het linkerplaatje zie je Michael Jordan. Rechterplaatje zal wellicht wat bekender zijn, maar Warren Buffett aan de rechterkant. Als je kijkt naar de hoeveelheid geld die man beheert, dat is natuurlijk waanzinnig, maar dat geeft ook heel veel stress met zich mee. Alleen bij beide van deze mensen, vanuit de sport, maar ook vanuit het investeren, staan zij er onbekend dat ze die stress heel goed weten te managen, maar eigenlijk zelfs voor zich weten te gebruiken, zodat ze nog betere beslissingen kunnen maken. En daardoor eigenlijk betere prestaties ook neer kunnen zetten. Nou, als we het vandaag gaan hebben over stress, dan is het wel belangrijk dat we weten wat stress is. En voordat ik daar zelf een antwoord op ga geven, wil ik jullie daar pas wat aan het werk zetten. Wat we zo dadelijk gaan doen, of wat jullie zo dadelijk gaan doen, is ik ga de stelling één voor één even opnoemen. Laat dan zo snel mogelijk in de chat even weten of die waar of niet waar is. Een W en een NW zijn voldoende. En dan zal ik daarna even per stelling antwoord geven op of het waar is of niet waar. Dus de eerste stelling is: stress kan ervoor zorgen dat je tot wel 10% minder calorieën verbrandt. Is die waar of is die niet waar? Wat wisselende antwoorden. Ik zie iets meer niet waar dan waar. Ik ga het antwoord al verklappen. Hij is wel waar. Dus op het moment dat jij bezig bent met een stuk voeding of met een stuk afvallen, dan is stress absoluut een hele belangrijke factor daarin. Niet per se het onderwerp voor vandaag, maar wel weer om te laten zien hoe dingen samenhangen. Johan, als je een vraag hebt, stel hem even in de chat als je wil. Stelling 2,
Door stress kan het herstelproces van een wond tot 40% langer duren. Ja, netjes. Deze is inderdaad waar. De meeste mensen zeggen inderdaad dat die waar is. Als jij dus met een blessure of met iets zit, 40% is echt een hele lange tijd en maakt een groot verschil. Zo laat ik ook even uitleggen waar dat dan in zit. Gaan we door naar de derde. Stress is slecht voor je en moet je zoveel mogelijk vermijden. Lekker, Harm, doe jij ook mee of niet? Ik ben ook wel benieuwd naar jouw antwoorden. Goed. Het antwoord op de derde is niet waar. Stress is eigenlijk heel goed voor je, maar met alles geldt de mate waarin. Alleen het stukje zoveel mogelijk vermijden is niet waar. Je hebt stress absoluut nodig. Mensen die geen stress hebben, die noemen we depressief of burn-out. Dus die hebben geen stress meer, die kunnen geen cortisol meer goed aanmaken. Waardoor ze ook letterlijk niet meer van de bank afkomen of het bed uitkomen. Dus je wil stress juist hebben, maar je wilt wel kunnen doseren, kunnen managen en voor je laten werken. Nummer 4. Stress is besmettelijk. Soms besmettelijk. Hangt er af van wie? Het juiste antwoord is waar bij deze. Dus dat heeft te maken met een stukje spiegelneuronen. Als jij heel erg gestrest bent, is dat lastiger voor je omgeving en andersom. Dus daarin ook wel een stukje mindset. In wat voor omgeving zit jij als iedereen heel erg... als je nu meer iets kijkt, financiële stress. Misschien een stukje bear market in bepaalde sectoren, dan heeft dat zeker te maken of heeft dat ook weer invloed op jouw eigen gedachten en emoties. Nummer 5, altijd leuk. Mannen en vrouwen gaan op dezelfde manier om met stress. Ik krijg meer hoofdletters nu. Dat is interessant. Lex, klopt. Het ligt altijd aan het type. Het is over het algemeen. Dus het is zeker niet altijd zo. Over het algemeen is het zeker niet waar. Dus dat wil zeggen, de meeste mannen zijn wat meer gericht om in zichzelf te keren en oplossingsgericht te werk gaan bij een stressor of een probleem. Waar een vrouw dat toch wat vaak op een wat meer emotionele of met de groep gaan delen, dus die bellen eerder iemand op, die delen dat zonder het aan te pakken. Soms tot frustraties van mannen, maar dat ligt er een beetje aan. Maar er is een duidelijke verschil in omgang met de emoties en met de stress. Nummer 6. Meer dan 70% van de fysieke symptomen zijn te verklaren door stress. Vermoedelijk waar, ja. Ja, deze is ook waar of het 100%, of tenminste of het precies 70% is, dat durf ik niet te zeggen. Maar heel veel van de klachten die we ervaren, er zit onderliggend een stuk disbalans in het stresssysteem. Waardoor we heel vaak gaan kijken van, hey, ik heb hoofdpijn, ik ga naar de huisarts, wat kan ik doen? Dan krijg je misschien een pilletje mee of je krijgt wat korte termijn oplossingen. Maar de onderliggende factor zit vaak in de disbalans in het stresssysteem. Nummer 7. We krijgen nu evenveel prikkels binnen op één dag als iemand 500 jaar geleden in één jaar tijd. Niet na te gaan. Ja, ik kan het niet. Ik ben geen 531 jaar oud, dus ik weet het inderdaad niet uit eigen beleving. Maar als je de naslagwerker erop mag geloven, dan is het wel waar.
Dat zegt meer over eigenlijk hoe bizar dat is, hoeveel prikkels we in de tegenwoordige tijd binnenkrijgen. En ook hoe belangrijk het is om daar af en toe eens wat mee te doen. Dus om je telefoon een dag uit te zetten, om eens een keer gewoon een dag de natuur in te gaan. Om letterlijk te ontprikkelen. De laatste, van 80 uur per werk per week krijgt iedereen een burn-out. Nou, Lex is scherp. En de rest ook, zie ik. Sowieso waarin staat, iedereen is eigenlijk altijd niet waar. Dus het was in die zin wat makkelijker, dus altijd een uitzondering. Wat ik er vooral mee wil zeggen met die laatste is, het zit niet zozeer in de hoeveelheid werk die je doet. Het is met name hoe belangrijk, hoe leuk je je werk vindt, of je dat met een stuk passie doet of niet. Ik heb zat mensen gezien die met 20 uur werken wel een burn-out krijgen. En mensen die tussen de 60 en 80 uur per week werken en daar eigenlijk geen enkele last van lijken te hebben. Of ook gewoon niet hebben. Zit niet per se in de uren. Oké. Mooie antwoorden in ieder geval bij iedereen. We gaan weer even terug naar de vraag, wat is stress nou precies? Om daar wat antwoord op te geven. Stress is iedere potentiële dreiging, en dan potentieel eigenlijk tussen haakjes, die ervoor zorgt dat jouw systeem uit balans kan raken. Dus dat is een hele mond vol, maar waar dat vooral over gaat, dat stukje potentieel. Als jouw relatie uit dreigt te gaan, dan is er eigenlijk nog niks gebeurd, maar jouw hele systeem zal aanstaan, zal bezig zijn met letterlijk op zenuwgebied, zeg maar, een stuk overleving van, gaat dit wel goed? En dat zorgt voor de stress. Als de markten, als er heel veel nieuws is, of dat het allemaal slecht schijnt te gaan, dan worden we letterlijk aangezet, of dat creëert een stressreactie. Ik wil niet zeggen dat het gebeurt. Wat daar ook interessant aan is, is dat het niet alleen is dat het de negatieve kant op gaat, maar het geldt ook voor de positieve dingen. Dus als je kijkt naar wat de grootste stressoren zijn, is bijvoorbeeld een verhuizing. Ik heb er de laatste, denk ik, half jaar 4 verhuizingen op zitten. Dus misschien heb ik ook ergens wat stress gehad. Maar die staat in het lijstje van de grootste stressoren die er zijn. Net als trouwen, wat eigenlijk over het algemeen hele leuke dingen zijn. Of in ieder geval dingen waar je hopelijk voor kiest. Dat zijn ook dingen die jou uit balans kunnen brengen. En ondanks dat ze positief zijn, zorgen voor stress, of in ieder geval kunnen zorgen voor stress. Wat zie je nou op dit plaatje? Er zijn een heleboel afbeeldingen hier te zien, maar wat het eigenlijk wil zeggen is de verdeling in jouw zenuwstelsel tussen je sympathisch zenuwstelsel en je parasympathisch zenuwstelsel. Die namen zijn verder niet zo heel belangrijk, maar het is vooral aan de ene kant een actiestand die je hebt en aan de andere kant een ruststand. Dit systeem is gemaakt voor, ook weer 500, 1000, 10.000 jaar terug, om ons te helpen met overleven. Ja, dus je kan je voorstellen, als jij in die tijd leefde en je ging naar buiten, dat er daadwerkelijk gevaren waren. Je kon worden aangevallen, er was een andere groep die misschien gevaarlijk was, er waren andere dieren. Dus daar hadden we dat systeem voor nodig om jou te helpen op dat moment te overleven. De bekende vecht- of vluchtreactie. Of de bevriesreactie, maar dan heb je hem helemaal. Dat helpt jou om dan te overleven. En wat je in die tijd zag is dat je, misschien ook weer een schatting uiteraard, maar dat je misschien 80% van de tijd dat je uitstond en 20% van de tijd aanstond. Of dat er een bepaalde verdeling was. Dat aanstaan, dat is dus met name bedoeld om te kunnen overleven. En dat uitstaan is eigenlijk gewoon bedoeld om te kunnen overleven. Of niet om te kunnen overleven, om bijvoorbeeld je eten te verteren. Eigenlijk alle dingen die niet direct van belang zijn voor je overleving, die krijgen dan de tijd. Dus om, wat ik zei, om je voor te planten. En om je eten te verteren. En dat zijn dan meestal ook de eerste signalen die bij stress, of als deze twee systemen uit balans zijn, dat die niet goed gaan. Wat je eens mag doen voor jezelf, als het goed is hebben jullie allemaal pen en papier. Dan mag je even kort in 1 minuut tijd voor jezelf een soort tijdslijn maken van, oké, je wordt wakker. Dus stel je wekker gaat om 7 uur. Ik zal zo even terugkomen op jouw vraag, Lex. Maar de opdracht die we zo even gaan doen is, stel je wordt om 7 uur wakker.
dat je dan al voor jezelf gaat, eigenlijk een lijntje gaat tekenen van oké, sta ik dan direct aan of gaat dat rustig? En dat je als het ware zo'n stresslijn gaat tekenen door je dag heen. Dus stel dat jij om 7 uur opstaat, je gaat heel rustig opstaan, nou, dan begint die stresslijn eigenlijk heel laag. Maar je begint met werken of het is heel actief. Je merkt tijdens je werk dat je aanstaat. Nou, dan ben je bijvoorbeeld van 8 tot 12 sta je helemaal aan. Dan heb je lunchpauze en dan gaat het misschien wat meer omlaag. Het teken is voor jezelf gedurende de 1 minuut zo'n lijntje hoe jouw stresslijn eruit ziet over jouw gemiddelde dag. Dan zal ik ondertussen de tijd even bijhouden. Kan jij jouw vraag nog een keer wat specificeren, Lex? Wat domineert bij stress? Ik snap de vraag nog niet helemaal. Ik kan de vraag ook even bewaren op het einde, dan kan ik er dan op terugkomen. Oké. Dus als het goed is, hebben jullie een beetje een inschatting kunnen maken van hoe zo'n stresslijn er nou voor jezelf uitziet. Een tweede opdracht die we gaan doen is wederom even 1 minuut de tijd pakken. En wat je daarin gaat doen is jouw eigen ademhalingen, dus eigenlijk hoe je nu aan het ademhalen bent, is tellen. En 1 ademhaling die staat voor 1 keer in en 1 keer uitademen. Dus ik ga zo weer even een timer zetten voor 1 minuut. En het doel is daarbij dat je gewoon gaat tellen, dat je niet per se anders gaat ademhalen, maar gewoon gaat merken van oké, hoe vaak adem ik nou in en uit in 1 minuut tijd. Dan ga ik even aftellen. 3, 2, 1. En dan mag je gaan tellen voor jezelf hoeveel ademhalingen jij hebt in 1 minuut tijd. Zit op 1,5 minuut. Laatste 3, 2, 1. Deel eventjes in de chat hoeveel ademhalingen je had. Ik ben wel benieuwd. 11, 9, 17. Oké. 23, Harm. Daar moeten we even over hebben, denk ik. In en uit was 1, hè? Dus, Patrick, 7. Oké. Dat is interessant. Over het algemeen is die redelijk hoog als ik hem zo zie. Want ideaal wil je ergens tussen de 3 en de 8 zitten in rust. Hè? Op het moment dat je niet aan het... jullie zitten aan, in principe lekker te luisteren. Of jullie zijn heel actief aan meedoen. Dat kan natuurlijk ook. Maar als je rustig zit te luisteren. Dan wil je eigenlijk weten. Of tenminste dan wil je dat dat rustsysteem eigenlijk aanstaat. En 1 manier om dat te merken is onder andere je ademhaling. Nou, als die tussen de 3 en de 8, met je 3 en de 9, 3 en de 10 zit, lager dan 3 wordt ook niet goed. Maar dat is eigenlijk een signaal dat jouw lichaam ook daadwerkelijk in de ruststand zit op dat moment. Zit die daarna boven, dus hè, boven de 10, dan zit je eigenlijk onbewust toch wel in een sympathisch systeem, oftewel dan sta je in de actiestand, terwijl je eigenlijk nu meer in de ruststand zou mogen zitten.
Nou, gaan we straks ook nog even wat mee doen, om daar wat bewuster wat om te draaien. Even kijken, Lex, ik ga even heel kort terugkomen nog op jouw vraag. Volgens mij is je vraag van, wat zijn nou de bedoelingen van die twee systemen? Het sympathische zenuwstelsel, dus die actiestand, die is echt bedoeld voor een stuk overleven, om te kunnen presteren, om aan te staan. Dus als jij aan het werken bent, of je bent in mijn geval af en toe een tenniswedstrijd aan het spelen, dan sta je aan. En de andere kant is echt de rest and digest. Dus het kunnen opladen, kunnen ontspannen, kunnen herstellen, je eten goed kunnen verteren. Oké, check. Mooi, dan is die weer duidelijk. Keuken. Wij gaan door met de vier pilaren van stressmanagement. Vandaag gaan we wegens de tijd niet alle vier kunnen nemen. Ze zijn ook heel erg groot. Als je kijkt naar de onderste stukje leefstijl, daar kan ik eigenlijk per thema nog een aparte presentatie over houden. Over slaap, over voeding, over zingeving. Maar als je de bovenste twee, dus meten is weten, kwam net ook al terug in de presentatie van Harm, is een hele belangrijke. Daar wil ik vandaag mee met name aan de slag gaan. Dat zit ook weer in, hè, hoe eerder jij dingen kan herkennen van jezelf, qua persoonlijkheidskenmerken, qua bepaalde lichaamssignalen. Als je die nu al weet, kan je al gaan nadenken van, hey, wat betekent dat en wat kan ik daar wellicht mee gaan doen? En we gaan het een stukje hebben over praktische ontspanning. Gewoon ook tijd in gaan ruimen voor dat rest and digest, of dat parasympathische systeem. Maar ik wilde wel even dat jullie het hele overzicht hadden, dus vandaar deze. Oké, we gaan direct van start eigenlijk met dat herkennen. En dat doen we aan de hand van het biopsychosociale model. Dit is ook weer een heel groot en uitgezoomd model. Waar dat vooral over gaat is, en dan ga ik in dit geval even met name inzoomen op een stukje psychologie en persoonlijkheidspsychologie. Is how you do one thing is how you do everything. Dus als je die vertaalt naar Nederland, hoe je één ding doet is hoe je alles doet. Ik kan aan iedereen een lijstje meegeven van, joh, ga lekker naar de sauna deze week, ga wandelen. Ja, dat zijn ontspannende activiteiten, dus die zouden goed zijn om te doen. Maar als jij in die sauna zit en je bent er keihard bezig met, ik moet het zo lang mogelijk volhouden en presteren hier, oftewel je bent heel perfectionistisch, dan ben je natuurlijk niet aan het ontspannen. Dus en vaak als je de libellen of zo open doet op een of ander tijdschrift, ontspannen qua activiteiten, dat weten we allemaal ergens wel. Maar vaak is het ook dat we onszelf dat niet altijd gunnen, of dat we bepaalde persoonlijkheidskenmerken ons wat in de weg kunnen zitten tijdens het ontspannen zelf. Nou, het doel is, ik ga ze niet allemaal per se allemaal uitleggen, maar wel neem het eens voor jezelf door en schrijf eens op van, goh, wat herken ik bij mezelf, wat zeggen anderen wellicht over mij. Want hoe meer van de thema's die je hier ziet, hoe meer je eigenlijk wat risico hebt op een stukje stress of burn-out. Hoeft niet erg te zijn, maar wel dat je het voor jezelf weet. Welke ik wel wat over wil zeggen is de tweede. Stressgevoeligheid en specifiek neuroticisme is ook een persoonlijkheidskenmerk. En als we het nou hebben over die keuze van, ja, wil ik nou een trader worden, of wil ik nou meer aan de automatiseringskant of aan de beleggingskant gaan zitten, of te investeren voor de lange termijn, dan is het wel wat handig om dat gewoon van jezelf te weten. Er zijn daadwerkelijk mensen die gewoon stressgevoeliger zijn. Wellicht ken je ze, wellicht heel persoonlijk. Maar er zijn ook mensen die gewoon wat meer laid back, wat rustiger zijn en meer stress kunnen hebben. Nou ja, als je dat voor jezelf een keer wil testen, dan typ ik even in de chat een website. Voor een tientje kun je naar understandmyself.com gaan. Dan kun je een hele persoonlijkheidsvragenlijst afnemen. Die is gericht op de Big Five. Dus dat gaat gewoon over grote persoonlijkheidskenmerken van jezelf. En dan wil je met name kijken naar een stukje neuroticisme, om te kijken wat jouw stressgevoeligheid is. En dat vooral daar een strategie bij kiezen die voor jou past. In plaats van dat heel erg om te gaan draaien. Als jij super stressgevoelig bent, dus je scoort 95 daarop, ja, dan wil je eigenlijk niet van dag tot dag op die schermpjes gaan zitten kijken, of met grote bedragen in allerlei kortdurende trades gaan zitten, want dat past gewoon niet bij jou.
Dit is even een stukje psychologie van deze drie. Als we kijken naar de volgende, dan het biologische perspectief, daar kan je ook meer nog bij pakken dan die hier. Maar wat je eigenlijk hier ziet is dat zowel je leefstijl, voeding als slaap, om die even als voorbeelden te pakken, die kunnen allemaal jou helpen. Dus een beschermende factor zijn, maar ze kunnen ook allemaal een stressor zijn. De site niet zichtbaar is, misschien even www ervoor zetten, dan zou die als het goed is moeten werken. Anders ga ik het straks nog een keer testen. Even terug naar de presentatie, van als je het hebt over leefstijl, voeding en slaap. Als jij slecht slaapt, is het eerder een stressor, herstel je er niet van. Als jij iemand bent die zijn slaap op orde heeft en goed slaapt, ja, dan kun je ook veel meer stress aan, omdat je er veel meer van herstelt. Als je kijkt naar voeding, eigenlijk is alles wat je neemt of inneemt in je lichaam, is een bepaalde mate van stress. Alleen binnen wat je eet is ook alweer hoe stresserend is het voor je lichaam. Over het algemeen is het hoe bewerker je eet, hoe meer stress het voor je lichaam is. En hoe, ja, wat natuurlijker het is, hoe beter het voor je stresssysteem ook is. En het speelt ook weer allemaal mee in hoe jij komt opdagen of hoe je in je vel gaat zitten. Misschien wel de meest onderschatte is de laatste. Als we kijken naar een stukje sociaal. Vaak als we het over stress hebben, dan komen we straks ook bij de ontspanningstips, die kant, een stukje psychologie. Dat is allemaal heel interessant. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar eenzaamheid. Mensen die echt last hebben van eenzaamheid. Daar wordt geschat dat dat ongeveer even slecht voor je gezondheid is als 15 sigaretten of één pakje sigaretten per dag. En ook voor je stresssysteem is gewoon onderzocht van ja, als jij eenzaam bent, dan zal je veel meer aanstaan. Waarom is dat nou allemaal zo? Op het moment dat je alles weer terugvertaalt naar het verleden, als jij vroeger alleen was, ja, wat gebeurt er dan? Omdat je overleving werd in gevaar gebracht. En dus gaat jouw systeem aanstaan om te zeggen van hé, je moet opletten, je moet hier wat mee gaan doen. Het is al een bruggetje naar wat volgende, maar eigenlijk zijn al die, ja, die klachten die we krijgen, zijn signalen om wel of niet wat mee te gaan doen. En vaker wel dan niet. De eerste pilaar die we net hadden was meten is weten. En dat geldt voor een stukje data en strategie. En dan wil je weten wat je trades doen, wat je cijfers zijn. Maar dat geldt ook voor een stukje gezondheid. Kunnen we op twee manieren naar gaan kijken. Op basis van data, dus die staat onderaan. En op basis van voelen. Dus als je ooit bij een psycholoog bent geweest of je hebt er ergens wat over gezien, dan wordt er heel vaak gezegd, wat voel je? Nou, dat is ook wel ergens met die reden, omdat mensen dat ergens een beetje verleerd zijn. En het beste is om deze twee te gaan combineren. Als we de vergelijking pakken met een auto, dan zullen de meeste mensen dit plaatje wel herkennen, je dashboard voor je. Als daar lampjes gaan branden, dan gaan we in de meeste gevallen toch wel opletten, zien dat lampje op een gegeven moment en we gaan er wat mee doen. Dus als je niet precies weet wat zo'n lampje betekent, zet je de auto even langs de kant, je gaat in je boekje bladeren of je gaat de garage bellen. Maar je wordt in ieder geval op scherp gezet dat je er wat mee wil gaan doen. Het mooie aan dit is dat het lampje gaat branden. Oftewel, je ziet eigenlijk wat het signaal is en je gaat er wat... Nou ja, je kan daar wat mee gaan doen. Dat is nog de tweede stap. Op het moment dat je daar niks mee gaat doen, als al die lampjes gaan branden en je blijft maar doorrijden, dan is het natuurlijk ergens wachten totdat dingen fout gaan. En dat zie je ook in het algemeen fout gaan bij meer stressklachten. Dat er twee problemen zijn. Oftewel, die signalen worden niet opgemerkt, dus de lampjes gaan niet branden. Nou ja, dan is het natuurlijk heel lastig om dat te gaan doen. Eigenlijk is de praktijk vaak dat de lampjes wel gaan branden, maar dat we dat dus niet aanvoelen. Of dat we het erg wel voelen. We weten ergens van, het gaat niet zo lekker. Maar we negeren heel veel van die signalen en we gaan maar door en door en door. Dus jullie mogen weer aan het werk gezet worden. Wat we gaan doen, ik heb een aantal lijstjes gemaakt van veel voorkomende stresssignalen. En ook hier weer is eigenlijk, kort gaan we er doorheen lopen. En de vraag is voor jezelf, van hey, hoeveel van deze signalen herken je? De eerste gaat zijn een lijstje van 10. En we pakken weer ongeveer 1 minuut de tijd. Dus we gaan er even snel doorheen. Echt je eerste indruk. Van oké, ga ik hier ja of ga ik hier nee op antwoorden?
En aan het eind mag je even het aantal ja's als totale score weer delen in de chat. Dan weet ik ook hoe ver jullie zijn. En stel dat je 4 keer of 6 keer ja hebt, dan typ je even een 6 in de chat. Neem me 1 minuut de tijd. Lex is de eerste. Harm is tot nu toe koploper. Ja, ik vraag me wel af of ik iedere keer mijn resultaten moet gaan delen, ook gezien de anderen. Maar ik ben volgens mij een goede kandidaat, Roen. Maar je hebt hem net verloren van Joop. Uiteindelijk is het niet, het is geen uitsluitende wetenschappelijk gevalideerde lijst. Het is ook niet zo dat als je hier nou heel hoog op scoort, dat je per se heel veel risico hebt. Het is met name om hoe ga je ermee om. En dus als jij iemand bent die graag de controle houdt, nou, dat is over het algemeen zo bij traders of bij investeerders of bij ondernemers. Als jij iemand hebt die dat ook voor je kan managen, dus dat als je het maar weet van jezelf, is het prima als je ermee omgaat. Hetzelfde perfectionistisch is absoluut niet slecht, maar wel weer tot op zekere hoogte weer wel. En dus als je erin doorslaat, dan werkt het tegen je. Als je dat weet, de manager merkt het juist voor je. Misschien alleen een kort lontje is gewoon vervelend. Oké, gaan we door naar de volgende. Ik heb hier even, pak de volgende slide er meteen bij. Nog de onderverdeling gemaakt in 6 verschillende stukjes. En de bovenste 3 zijn emotioneel, fysiek en cognitief. Sommige heb je net eigenlijk al beantwoord, maar het is wederom voor jezelf even in dit geval de vraag. Pak 1 minuut de tijd per slide die we zo hebben en schrijf je eens voor jezelf op van goh, wat herken ik hier nou bij of wat herken ik hier niet van. Liever dat we het nu wat opmerken en wat mee doen, dan dat dat over 5 of 10 jaar gaat gebeuren. Fysiek gebied zie je meestal dat slechter slapen wel een van de eerste tekenen is van mensen die echt meer stress gaan krijgen. En dat kan ook het begin zijn van een beetje negatieve vicieuze cirkel. Slechter slapen, slechter herstellen leidt tot nog meer onrust, meer stress. En dan ga je helaas de verkeerde kant op. Ja, dus hoe sneller je die weet, hoe sneller je daar wat mee kan gaan doen. Ja, we hoeven bij deze niet per se iets te delen. Het is gewoon puur even voor jezelf. Schrijf even op wat je wel of niet herkent. Ik ga ondertussen door naar de tweede. De 3 kopjes hier zijn gedrag, sociaal en spiritueel. De laatste gaat met name om dat stuk ben ik het woord even kwijt, maar daar kom ik zo wel heel. Een stukje zingeving is daar het belangrijkste bij. Dat is weer het voorbeeld van die 80 uur werken. Als je weet waarvoor je het doet, dan vanuit de juiste zingeving. Gedrag over het algemeen zijn mannen wat meer geneigd om
bepaalde stress of bepaalde gevoelens ook meer te verdoven door middel van alcohol, tabak, drugs. Werk kan ook door meer te gaan werken. Maar in ieder geval de emoties die er zijn, juist niet voelen. Het is op zich interessant wat Harm aan het begin zei. En dus ook het lastige met treden is, je wil niet luisteren en eigenlijk je emoties onderdrukken. Ik onderdrukken niet altijd het perfecte woord, maar tijdens het treden wil je er niet naar luisteren. Of niet naar handelen. Maar als je dat op lange termijn doet, dus het onderdrukken van emoties, leidt dat tot veel problemen. Dus dat is ook ik vind het interessante, maar soms het lastige, dat je dan tijdens je werk als trader er heel anders mee wil omgaan dan in de tijd daarna. Gelukkig kan dat natuurlijk wel. Oké, ik hoop dat jullie voldoende tijd hebben gehad om dit eventjes kort door te nemen. Een laatste model wat ik hierover wil delen, dus dit gaat nog met name allemaal over het aanvoelen van waar je zit, is het zogenaamde stoplichtmodel. Het is eigenlijk een heel simpel model, wat vergelijkbaar is met als je op de weg rijdt. Dus we blijven weer even bij het voorbeeld van de auto. Groen betekent het is veilig, rood betekent stoppen en teruggaan en oranje is de ene keer wel, de andere keer niet. En ook dit model kunnen we heel simpel eigenlijk plakken op je gezondheid, op je stressniveau. En op zich best wel veel de diepte ingaan, want het begint weer van weten wat voor jou groen, oranje, rood is. Dat kan ook in een dag bijvoorbeeld veranderen, dat je groen opstaat en rood eindigt, of andersom. Dus het begint met herkennen van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk gedurende de dag. De tools krijgen en hebben en oefenen om bijvoorbeeld van groen naar oranje te gaan. Te weten, hey, als ik nu dit en dit doe, ga ik naar rood en als ik dat en dat doe, dan ga ik weer terug naar groen. Dus om dat te weten voor jezelf. En je kan het nog uitzoomen op de lange termijn. Ook het algemeen zijn er mensen waarbij het qua gezondheid gewoon niet goed gaat, die echt op een langere tijd lang in het oranje en het rood hebben gezeten en gewoon te weinig in groen. Wat je voor jezelf bij deze kan doen, is opschrijven. Je hoeft hem niet per se te delen in de chat. Maar is wat jouw verdeling over het algemeen is, zeg maar over de afgelopen 2 maanden bijvoorbeeld, hoeveel procent van het tijdje in groen, oranje en rood hebt gezeten. Dat is bijvoorbeeld 50% in groen, 25% in oranje en 25% in rood. En waar je naar mijn mening op wil mikken is minimaal zeg maar 50-60% dat je over het algemeen in groen zit. Een stukje daarbuiten, dus 20-30% in oranje is hartstikke prima. En af en toe een keer in het rood. Dus ik wil ook niet zeggen dat je rood per se hoeft te vermijden. Dat is eigenlijk op zich gezond. Je wil weten wat je... Als je niet weet wat rood is, weet je ook niet waar je grenzen liggen. Dus het is eigenlijk goed als je daar af en toe een keer bent. Maar je wil het wel echt kunnen balanceren met een stuk groen. Als we het nog hebben over stress voor je laten werken, is ook dat je op de juiste momenten in oranje wil zitten. Tijdens je werk wil je af en toe in oranje zitten. Als ik nu een presentatie aan het geven ben, helpt het mij niet om in rood te zitten. Want dan ben ik te gestrest en dan ben ik van alles aan het doen en dan gaat het niet goed. Dan ben ik misschien te zenuwachtig. Maar ik wil ook niet helemaal in het groen zitten, want dan vallen jullie ook in slaap. Dus je wil er ergens tussenin gaan zitten op dat moment. En dan kan je dus ook stress meer voor je laten werken. Okay. Nou, dit zijn even wat modellen geweest om stress bij jezelf te herkennen en aan te voelen. Punt 2 daarvan was het meten van je stress. Nou, als we die 2 kunnen combineren, krijg je in mijn ogen de beste meting. Wat je daarin ziet staan is hier de hartritmevariabiliteit, oftewel je HRV. En dat is een hele betrouwbare meting voor hoe het met jouw stresssysteem gaat. Die HRV, dat wil eigenlijk zeggen de variabiliteit tussen jouw hartslagen in. Dus wat zie je? Mensen die gestresster zijn, die gaan juist een evenwichtigere hartslag hebben. Dus het gaat gelijkmatiger zijn. En dat is nou net hetgene wat blijkt dat niet gezond is. Dus juist als er variabiliteit is tussen je hartslagen,
is een hele betrouwbare meting van jouw hoeveelheid stress die je over tijd ervaart. De meest betrouwbare manier om dat te meten voor jezelf is via een Aura-ring. Ik heb er zelf eentje om, dus geen marketing of zo erbij. Maar het is gewoon de meest betrouwbare manier om dat voor jezelf te meten. Dus als je dat interessant vindt, kan dat op zich wel een interessante investering zijn. Aura-ring schrijf je met O-U-R-A. Dus ik heb hem ook eventjes in de chat gedeeld. Ik denk niet, meestal is het, ook als ik deze presentatie geef, dan krijg ik hier de meeste vragen over. Het blijft een tool, het blijft een middel. Het is ja, vaak interessant omdat het iets is. Zie het vooral als een, wat het is. Het is een tool en een middel om het te gebruiken. Maar je hoeft niet op je telefoon te kijken hoe jij geslapen hebt of hoe je wel of niet gestrest bent. In principe hebben we dat niet nodig. En hadden we dat 100 jaar geleden bijvoorbeeld ook niet nodig. Dus het is een, wat ik wil zeggen, het is op zich een mooie aanvulling, maar niet een alleszeggend iets. Ja, gelijkmatiger groen. Ik denk dat je dan bedoelt vanuit dat vorige model, hè? Dus vanuit deze. Ja, dus als jij ontspannen bent, als je HRV goed is, dan zit je meer in het groen. Dus dat kan ook zijn als jij je werk leuk vindt, je bent er goed in. Dan zit je ook meer tijd je werk in het groen. Terwijl als je altijd op de toppen van je kunnen aan het werken bent, of je doet werk dat niet bij je past. En dan zal je dan ook meer stress ervaren. Oké, afrondend van pilaar 1. Ik pak weer even kort 1 minuut de tijd. En je gaat voor jezelf even samenvatten. Geef jezelf een cijfer, je hoeft hem niet te delen tenzij je dat leuk vindt. Maar van deze 4 punten. Dus de eerste is, hoe goed ben je in het signaleren? Het opmerken van je eigen lichaamssignalen. Gaan die lampjes bij jou branden of gaan ze niet branden? Het antwoord is dat ze altijd gaan branden, maar weet je dat ook van jezelf? Punt 2 is dan, oké, top als je weet wat die signalen zijn, maar luister je er ook naar? Als ik naar mezelf kijk, dan voel ik meestal wel aan hoe het met me gaat, maar luister ik er niet altijd naar. Gaan we nog eventjes door of moet er toch weer even wat gebeuren? Of wil ik wat doen? Het kan een tijd goed gaan, maar niet altijd. Nummer 3 is, heb je voor jezelf een manier om dit te meten? Dus oftewel, kan je het goed aanvoelen en doe je dat ook bewust en neem je daar ook de tijd voor? Of heb je misschien een ander systeem, zoals een aanvraging? En de laatste vraag is misschien wat kort om nu echt een goed actiepunt op te nemen. Maar beantwoord die anders voor jezelf wat later. Of kijk wat je laagste score is van bijvoorbeeld vraag 1 en 2. En kijk hoe je daar de komende tijd mee aan de slag kan gaan. Oké, dan wil ik door naar de laatste pilaar voor vandaag, namelijk het thema ontspanning. Het doel van die ontspanning is dus even bewust weer terug te gaan naar dat parasympathisch deel, naar dat rest and digest systeem, om te kunnen herstellen. De manieren van ontspanning die zijn eigenlijk gewoon heel persoonlijk. Dus het is niet zo dat je moet niet mediteren, je hoeft niet ontspanningsoefeningen te doen. Je wil daar vooral iets gaan kiezen wat bij jou past. Dus wat jij fijn vindt, ik vind het fijn om dagelijks even wel wat te mediteren en wat te wandelen. En misschien af en toe eens een keer naar een spa of zo te gaan. Het belangrijkste is dat je deze dingen wel inplant. Want waar het over het algemeen fout gaat, is dat als we in een stressvollere tijd zitten, dat precies het stukje ontspanning het eerste is wat we niet meer gaan doen. Wat erg logisch is, omdat je meer aanstaat. Als je wil meer overleven, je moet iets doen. Maar ja, tegelijkertijd, hoe meer je aanstaat, hoe meer dat ook tegen je gaat werken en door gaat slaan, waardoor je meer klachten gaat krijgen. Dus het zit vooral in dit ergens in je systeem, in je routine krijgen. Nou, als we kijken naar deze meneer, jullie zullen hem vast herkennen, Wim Hof. Zijn op zich heeft hij 2 belangrijke pilaren weer in zijn methode. De eerste is een stuk kou en de tweede is een stuk ademhaling.
met die ademhaling gaan we zo even kort aan de slag. Maar wat interessant is ook over die kou, is eigenlijk kou is ook een stressor. Alleen dus door korte termijn stress bij jezelf toe te dienen, word je er sterker van, mits je daarvan herstelt. En werkt het dus ook voor je. Terwijl als bijvoorbeeld als je altijd in de kou zou zitten, ja, dan is het een langdurige stressor. Gaat die juist tegen je werken. We gaan voor nu en even afsluitend aan de gang met een stukje ademhaling. Want ademhaling is meestal een van de beste methoden om snel, als jij dus merkt van hey, ik ben wat gestresster, om eigenlijk snel weer terug te gaan en dat parasympathisch of dat rustsysteem meer te gaan activeren. En dat doen we door steeds langer te gaan uitademen. Er zijn heel veel verschillende ademmethodes, maar wat daarin altijd het achterliggende principe is, is door langer uit te ademen voor het krijgen van meer ontspanning. We hadden aan het begin hadden we die meting gedaan, zodat je hoe vaak je per minuut aan het ademhalen was. Als jij al bewuster bezig gaat zijn met je ademhaling en je gaat langer uitademen, dan wordt dat getal eigenlijk ook beter en zal je dus meer tijd aanwezig zijn in het, ja, in het groen, om het zo te zeggen, of in het parasympathische deel. De eerste die we kort gaan doen is, ik heb hem even opgeschreven als neus in, mond uit. Ik kan jullie niet zien, dus ik ga hem zelf maar eventjes voordoen, maar pak eventjes ook weer een minuut om hem gewoon mee te doen. Hij gaat als volgt dat je twee keer eigenlijk kort inademt. Twee keer kort in door je neus naar binnen en dan lang rustig uit door je mond. En eigenlijk dat patroon wil je even een aantal keer herhalen. En als het goed is, zal je ook wel ergens voelen dat je daardoor wat rustiger of wat ontspannender gaat worden. Aangezien ik niemand in de chat of via camera kan zien, laat me eventjes weten via de chat wat je ervan merkt als je dit een tijdje doet. Sommige mensen die... Die merken er best wel snel wat van. Geel is een teken of gapen van ontspanning. Dus vaak is dat dan doordat je dat eventjes gaat doen, dat je inderdaad merkt dat er meer ontspanning komt. Maar misschien ook dat je best wel moe bent, maar dat eigenlijk niet echt door hebt, omdat je bezig bent met wat anders. En door even bewust eruit te gaan, merk je ook eigenlijk hoe moe je bent. Of dat je wat ontspannender gaat worden. Ja, Karel, soms een half minuut of een minuut is ook heel snel om daar wat van te verwachten. Dus op zich, als je dit een paar minuten zou doen, denk ik dat je er op zich wel wat van gaat voelen. Maar dit is ook iets van, doe een beetje iedere dag. Doe het iedere dag kort of doe het ietsje langer. Dan pas ga je echt effecten merken van die ademhaling. Maar ik denk wel dat, eigenlijk net als slaap, ademhaling is ook iets dat echt heel erg onderschat wordt, waar we heel veel meer mee kunnen dan we denken. En het is wel echt een van de eerste, van als je dit dagelijks zou gaan oefenen, dan weet ik eigenlijk zeker dat iedereen daar wat van gaat merken. Of dat je gaat merken van als je het niet doet, er weer mee stopt. Soms kan het ook nog wat zoekende zijn in wat je zelf een fijne ademhalingstechniek vindt. Ik vind bijvoorbeeld deze wel vrij fijn. Wat ook een veel gebruikte is de boxademhaling. Die is altijd dat je bijvoorbeeld 4 seconden in, 4 seconden vast, 4 seconden uit en weer 4 seconden vast. Die werkt voor heel veel mensen heel goed. Ik vind hem niet zo prettig. Die is ook iets meer gericht op wat meer concentratie, wat meer focus krijgen. Maar ook wel gewoon op een stukje stress omgaan.
Als je kijkt naar special forces, die leren dat in een opleiding om die ademhalingstechniek te doen, zodat als ze in een stressvolle situatie zitten, dat ze toch even uit die stressreactie kunnen, logisch kunnen nadenken en daarna kunnen handelen. En de laatste die ik hier heb gezet, die gaan we niet per se doen. Maar wat je hierin ziet is dat je steeds de uitademing gewoon gaat verlengen. Dus als je 4 seconden inademt, ook weer terug eigenlijk als jij in ruststand bent, wat we tijdens 10 minuten deden. Als jij bewust al langer gaat uitademen, zul je ook merken dat je uiteindelijk meer ontspannen gaat worden. Wat ik met traders nog wel vaak doe, is vooraf dat zij gaan traden en die ademhaling ook meenemen in een routine, zodat je in de juiste focus komt. Nou, als jij al heel onrustig, heel gestrest begint aan jouw dag of aan je werk eigenlijk als trader op dat moment, ja, dan ga je ook met een andere mindset die trade in. En aan de ene kant is dat dus door op te merken van oké, wat gebeurt er nou? En heb je bijvoorbeeld last van angst op dat moment? Of merk je dat je heel veel uit hebzucht aan het handelen bent? En die ademhaling is echt een van de snelste methoden om dat ook wat om te zetten of terug te brengen naar een bepaalde focus. Alright. Dan gaan we hem helemaal afsluiten met de ene laatste. Je mag jezelf nog 1 keer even een score geven op deze 3 punten. In ieder geval op de eerste 2. En misschien een mooi actiepunt neer gaan zetten voor de komende tijd. En dan gaan we zo dadelijk even door naar de tijd voor vragen. En dan zal Harm hem daarna weer even overnemen, vermoed ik zo. Over de eerste vraag, ik ben iemand die gemakkelijk kan ontspannen. Ontspannen is wel iets om echt te oefenen. Om het gewoon vaker te doen. Meestal is het gewoon niet, als ik Harm zou bellen vragen over, goh, wat is je dag? Dan is het meestal niet dat hij zegt, ja, ik heb een hele goede dag gehad, want ik heb heel veel mijn best gedaan met ontspannen. Dat is iets wat meestal niet in de samenleving zoveel voorkomt. Maar het is wel iets dat we gewoon kunnen oefenen en meer kunnen doen. Ga het maar gewoon een tijdje doen en merk dan op van wat zorgt er nou voor dat dat lastig gaat. Bij veel mensen is het jezelf niet gunnen te ontspannen. Niet stil kunnen zitten. Maar het zijn daadwerkelijk wel dingen om te oefenen. En ook belangrijk op mentaal gebied om mee om te kunnen gaan. Oké, dan wil ik hem afronden met nog wat ruimte voor vragen. Dus als er vragen zijn, gooi ze even in de chat. Of als het kan, unmute jezelf en stel de vraag. Dan... Nou, in ieder geval, alvast in ieder geval heel erg hartelijk dank, Koen. Ik denk dat er nog wel wat vragen misschien binnenkomen. Maar in ieder geval sowieso ook goed. Je bent bezig ook met het schrijven van een e-book. Want het is natuurlijk wel een van de belangrijkste pijlers. Niet alleen voor beleggen, maar ik denk gewoon voor... Ieder mens in zijn algemeenheid. Want gezondheid, je kan ook hartstikke succesvol zijn met beleggen, maar als je gezondheid dat laat afweten en op het moment dat je niet goed omgaat met je lichaam. En de meeste mensen, als ze geboren worden, krijgen ze niet een handleiding erbij van hoe kun je succesvol worden in je leven, hoe kun je zorgen dat je goede gezondheid houdt. Maar daarom is het denk ik goed om zoveel mogelijk daarin te verdiepen. En Koen is dus bezig met het schrijven van een heel mooi e-book. Hoe je dus mindset kunt verbeteren, hoe je om kunt gaan met stress. Want hoe wat dat betreft, dan denk ik gewoon niet echt, zoals in België zeggen, geen tekening bij te maken. En op het moment dat jouw beleggingen natuurlijk gewoon slecht gaan, dan heeft het gewoon consequenties voor jouw stressniveau. En als jij dus van tevoren weet hoe je daar dus mee om kunt gaan, hè, een mooi voorbeeld inderdaad wat je zegt, met inderdaad van mensen in het leger, met de special forces, dat ze op die manier ook gewoon trainen. Hoe ga je om met een stressvolle situatie? Dat is ook een van de dingen, denk ik, die je als belegger natuurlijk ook gewoon in je gereedschapkist moet hebben zitten. Hè? Op het moment dat je eventjes in die situatie komt, die denkt van, hoe ga ik hiermee om? Dat je terug gaat naar je ademhaling, terug naar je focus. Wat is mijn systeem?
in plaats van in paniek alle dingen te doen. Dat is ook aangetoond, hè, dus op het moment dat jij beslissingen neemt onder stress, dat je kwaliteit van de beslissingen die je neemt dus veel slechter wordt. Dus daarom is het goed, denk ik, om dit in je gereedschapkist te hebben. Dus super bedankt. In ieder geval zie je ook heel veel mensen die zeggen dankjewel. Pieter zegt bedankt. Henry zegt dankjewel. Weer wat geleerd. Kijk, hartstikke goed, Henry. Dan heb je in ieder geval vanavond in ieder geval sowieso een goede dag in ieder geval gehad. Lex zegt ook helder verhaal, Koen. Bedankt. Mooi, hartstikke goed. Ja, super bedankt in ieder geval, Koen. Petter zegt bedankt, Koen. Ja, Herbert zegt heel leerzaam. Maurice zegt bedankt. Joop zegt duidelijke presentatie, dankjewel. Alfred zegt bedankt. René zegt toch, ja, dat was daarvoor, ik merk nog niet veel. Dus ik denk gewoon een kwestie van gewoon vaker doen. Hoe meer je die routine erin krijgt, hoe meer je hem ook gewoon. Ja. Ik denk ook mooi wat, ja, hoe meer je hem ook gewoon kunt gebruiken op het moment dat het nodig is. Sorry, ga je gang. Ja, ik denk ook mooi wat Ellen ook zegt. Want ik, volgens mij had zij bij de testje volgens mij een 2. Van aantal signalen qua stress. En je zegt ook, ja, ik mediteer ook al 30 jaar lang iedere dag. Dus het bewijst maar meer van dat het is voor jezelf zoeken naar een methode die voor jou werkt qua ontspanning. Maar als je dat in ieder geval gaat integreren in je systeem en blijft oefenen, dan voorkom je dus ook een hoop ellende. En dat is in ieder geval wel een beetje het stukje wat ik wil meegeven. Ik heb gewoon heel veel mensen in de praktijk die ik zie die hier dit verhaal al een heel erg stuk eerder hadden moeten of willen horen. Alleen dan is het, ik wil niet zeggen te laat, maar wel later dan dat je had gewild. Ja. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je dit zo in gereedschapkist, dat je het kunt gebruiken wanneer je het nodig hebt. Maar vooral ook gewoon een stukje preventie. Ja, op het moment dat jij dus bewust bezig bent inderdaad gewoon met dagelijks, met jouw stressmanagement, met wekelijks inderdaad gewoon ook gaat sporten. Misschien zelfs iets vaker dan wekelijks gaan sporten, maar naar de sauna gaan of iets gaan doen, waardoor je zegt van nou, hiermee krijg ik gewoon meer ontspanning. Waardoor je op die manier preventief ook gewoon aan de slag gaat. Maar ik denk ook gewoon, het is heel belangrijk om heel bewust met je gezondheid, met je mindset aan de slag te gaan. En zeker als je gaat beleggen, als je gaat traden, nog wat meer. Als je gaat investeren, wordt het misschien wat makkelijker. Dus daarom kies ook iets uit wat gewoon het beste bij jou past. En als jij inderdaad gewoon, wat je zegt, Koen, als jij 95 punten scoort op die test, dan weet je gewoon van een trader, het is misschien leuk. Het is net een beetje het voorbeeld dat we aan het begin gaven. Als jij 1,50 meter bent en je wilt basketballer worden, ja, leuk. Maar of dat nou de beste keuzes is die je kunt maken, is dat helemaal de vraag. En daarom goed dat je jezelf kent en dat je ook weet welke methoden er zijn om op die manier je stress aan te kunnen pakken. En ook dat je in je gereedschapkist, dat je dan niet moet gaan zoeken als je gestrest bent, wat kan ik doen om te gaan ontspannen? Nee, maar dat je op dat moment vanuit je automatisme ook het stukje programmeren van je brein, dat je op die manier, als je auto gaat rijden, hoef je ook niet meer na te denken. Tenminste, hoop ik in ieder geval ook voor jou, Koen, van rechts was gas en wat was nou die koppeling ook alweer? Dat volledig geautomatiseerd gaat. Zodat je op die manier weet op het moment dat je ineens moet remmen van dat was het middelste pedaal. Niet in een handleiding een boekje moet gaan kijken van wat past de rem ook alweer. Want dan is er redelijk als je dan te laat bent en dan kom je misschien bij Koen in Spanje 30 dagen lang 30.000 euro investeren in jezelf. Maar hopelijk kun je op die manier denk ik gewoon heel veel dingen vermijden. Dus wel de vraag nog, wanneer komt je boek uit, Koen? Ja, het wordt een e-boekje hoor, maar ik denk dat ik hem, ik hoop hem in ieder geval volgende week af te hebben. Ik ben wat ziek geweest de afgelopen tijd, dus ik had al gehoopt dat hij voor vandaag af was. Maar ik denk, jij stuurt hem op, hè, Harm, naar iedereen die aanwezig is geweest. En anders kan ik hem ook nog een keer toesturen. Ja, ik ga hem zeker delen, want ik, Nee, ik ben, zoals mensen die misschien mij wat beter kennen, altijd heel actief bezig, ook met zaken als gezondheid. Want ja, het hebben van geld is leuk, maar op het moment dat jij geen gezondheid hebt, dan is het gewoon lastig. Dus ik ben ook druk bezig met zaken als inderdaad gewoon meditatie, met koude training. Ik heb ook een training gedaan bij Wim Hof. Dus vanmorgen ook koud afgedoucht. Hier in Mexico overigens is de temperatuur van het water iets anders dan in Nederland. Een beetje vals spelen, hè, dan? Ja, het is een beetje vals spelen, maar het is gewoon, maar ademhalingsoefeningen, meditatie, iedere dag hardlopen met de hond. Op die manier probeer ik ook routine er dus in te krijgen om met mijn stress om te gaan.
En ja, dat moet zeggen, dat is wel super belangrijk. Niet alleen gewoon voor omgaan met de stress, maar ook voor de kwaliteit van je leven. Dus daarom, ik ga zeker het boekje delen. Of het e-book in ieder geval. Carlos, heel erg bedankt voor de duidelijke en beknopte presentatie. Ja, top in ieder geval. Super in ieder geval, Koen. Ja, ik hoop in ieder geval dat we nog wat meer van je mogen gaan vernemen, Koen. Want ik denk dat het heel waardevol is voor de 116.000 mensen op mijnbeleggen.com. Er zijn heel veel mensen, denk ik, gewoon die niet alleen met beleggen tegen die zaken aanlopen, maar in ieder geval ook kunnen weten hoe ze hier om mee moeten gaan in ieder geval. Dus, en Jasmin is ook nog terug, want die had ook nog een mooie verrassing aan het einde, had ze beloofd. Dus ik ben ook even benieuwd, Jasmin. Ja. Wat heb je meegedaan en hoe heb je gescoord, Jasmin? Daar ben ik ook eventjes benieuwd naar. Ik heb de scores niet, ben niet bijgehouden, maar ik ben sowieso zelf altijd wel heel bewust van mediteren. En sowieso wel heel spiritueel ingesteld. Dus dit is wel iets waar ik elke ochtend altijd wel even bij stilstaan en voor het slapen gaan bij stilstaan. Dus ik zeg niet dat ik hoog score, dat niet, want er valt altijd wel wat te leren. In het geval van hectiek en stress en ook tijdens het beleggen, dan merk je toch weer van, oh, wat zijn ook alweer de regels? Maar het is altijd wel heel goed om daarbij stil te staan. Dus ik vond het weer een leuke sessie, zeker. Ja. Ja. Mag ik nog één vraag stellen? Ik vind het in ieder geval super leuk om de reacties ook te lezen. Jullie zouden mij een groot plezier doen als jullie een korte review willen achterlaten via Google. Dus als het goed is, dan deel ik die eventjes in de chat. En dan kunnen we misschien via die manier ook wat contact houden. Ja, ik ga dat zeker doen. Want wat dat betreft is natuurlijk altijd heel belangrijk als je iets hebt ervaren, dit is waardevol om het te delen met andere mensen, waardoor op die manier ook het algoritme gewoon snapt van, hey, meer mensen moeten dit inderdaad gewoon ook eens gaan bekijken. Dus ik zal in ieder geval dat in ieder geval invullen en ik, ja, dus zoveel mogelijk mensen ook vragen van, deel dit ook gewoon als je het waardevol vond, wat je hier in ieder geval ook van vond. Dus ik zie verder niet echt heel veel vragen binnenkomen op dit moment. Mocht je vragen hebben aan Koen, nou, Koen heeft in ieder geval zijn gegevens gedeeld. Mocht je vragen hebben aan Jasmin, want er werd aan het begin ook gevraagd van welke software gebruiken jullie om op die manier je emotie dus onder controle te houden, dan kun je daar ook in ieder geval bij Jasmin in ieder geval informatie vragen. Jasmin kun je bereiken via het e-mailadres jasmin@beleggen.com. Niet echt heel verrassend. Koen, misschien kun jij ook nog eventjes jouw e-mailadres delen of ja, hoe mensen met jou in contact kunnen komen als ze meer met jou nog bepaalde vragen. Oh, hij staat al. Dus info@koensteenhouwer.nl via linkedin.com/in/koensteenhouwer. Telefoonnummer, Instagram. Nou, volgens mij moet het helemaal goed gaan komen. Nou, moet ook dus. Maar ik ga jullie heel even onderbreken, want ik zie de deelnemers al naar beneden gaan. En dat is even niet de bedoeling. Ik wil nog heel even wat zeggen tegen de mensen die er zijn. Voor de mensen die in ieder geval vandaag de dag hebben deelgenomen aan de webinar, dank jullie wel daarvoor. En zoals beloofd zou ik nog op het einde even terugkomen met een leuke verrassing. Want ja, het beleggen is 1, ontspannen is 2, dat is wel zo belangrijk. Maar zoals je wel zal weten, heb je ook de tools nodig om te kunnen beleggen. Eigenlijk een van de eerste vragen, want ja, waar moet je nou eigenlijk beginnen? Gelukkig hebben wij onze masterbrain Harm van Wijk. Maar hij zou niet Harm van Wijk zijn als hij daar niet aan had gedacht. Dus wij hebben daar een ideale tool voor namens beleggen.com. En dat is maar liefst de tweede navigator. Dat is een tool om te kunnen beleggen wat jou eigenlijk handvaten geeft om alle analyses te kunnen maken. En zoals een chirurg zijn gereedschap nodig heeft, heb je eigenlijk gewoon dit essentieel heel erg nodig om je analyses te kunnen maken. Nu kunnen we heel veel doen aan mindset, heel veel kunnen doen aan ontspanning en heel veel kunnen doen aan kennis. Maar analyses, daar begint het, ja, voor elke belegger begint het daarbij. En om je daarbij eigenlijk een duwtje in de rug te geven, en eigenlijk zelfs meer dan dat, hebben we daar iets heel leuks op bedacht. Nu wil ik het eigenlijk een beetje spannend houden. Dus ik ga er niet te veel over vertellen. Ik kom eigenlijk heel kort met een mededeling. Wat ik jullie wil vertellen is, hey, stel je voor dat jij zegt van, ik ben nou daadwerkelijk heel erg geïnteresseerd in het beleggen. En ik zou er gewoon mee aan de slag willen. En dan bedoel ik echt serieus mee aan de slag willen gaan. Dan wil ik bij deze aanbieden dat je met mij een gesprek kunt inplannen. Of in ieder geval een mailtje kan sturen. Dat je er interesse in hebt. Dan kan ik je even heel kort opbellen.
of laten we een call inplannen met elkaar. Dan zien we even hoe we dat doen. En dan kan ik jullie wat meer uitleggen over de T-Navigator. Hoe en wat, dat laat ik nog even bij deze. En dus wat ik nog even mag verklappen, is dat Harm van Wijk daar een hele speciale aanbieding voor heeft aan mogen bieden voor de deelnemers aan deze webinar. En daarbij zeg ik wel heel duidelijk, dat is echt alleen maar voor deze deelnemers. Dus als je er niet bij bent en je komt er later op terug, ja, dan moet ik je helaas teleurstellen, want ik mag echt maar een aantal plekken weggeven van Harm. En daar moet ik me ook echt aan deelnemen aan houden. En als ik kijk naar het aantal deelnemers die al in deze webinar zit, ben ik bijna bang, Harm, dat we aantallen moeten ophogen. Maar goed, ik ga mijn best doen voor jullie. Dus als jullie mij even mailtjes willen sturen naar jasmin@beleggen.com, dan ga ik zorgen ervoor dat ik contact even met jullie opneem. Dus dat is eigenlijk heel kort wat ik wilde vertellen. Ja, nou ja, goed. In ieder geval ook een mooi aanbod. Dan denk ik inderdaad gewoon, het is heel belangrijk om met de juiste tools aan de slag te gaan. Dat gaan we ook gewoon merken in de komende 8 weken. Dit was stap 2, mindset. Volgende week gaan we het hebben over het vergroten van je kennis. Dat is ook heel belangrijk. Gaan we ook wat verder in zoomen op het dividend beleggen. Ja, want daar is ook een challenge voor. Maar wat we ook al een aantal malen hebben aangestipt. Als de basis gewoon niet goed is. Als je niet weet wat je doel is. Als je mindset niet op orde is. Ja, dan ga je waarschijnlijk halverwege ergens gewoon stranden. Dus daarom goed inderdaad gewoon om je verder te verdiepen. In de kennis te verdiepen. Zorg ervoor dat je de juiste tools hebt. Dus ook misschien nog even goed om er even aan te geven. De account die je kunt openen. De fund account bij TradeNet. Dat kan tot het einde van deze maand. Dus je hebt nog een dag of 6, 7. Het hangt een beetje vanaf welke tijdzone je zit. Ik heb nog iets meer tijd dan jullie. Hier schijnt in ieder geval nog de zon. Maar als je ervan gebruik wilt maken, doe het in ieder geval. Als je er geen gebruik wilt maken, ook helemaal prima natuurlijk. Maar als je het wilt doen, wacht in ieder geval niet. En wat Jasmin ook gewoon zegt, ja, er is een beperkt aantal plaatsen. We kunnen dat niet ophogen, want we hebben nu helemaal van een beperkt aantal mensen die we kunnen begeleiden. Dat geldt denk ik ook voor Koen. Die heeft natuurlijk ook een beperkt aantal mensen die hij gewoon kan begeleiden. Dus we moeten daar in ieder geval ook gewoon natuurlijk een limiet aan stellen. Ja, volgens mij... Ik zie ook een muntje van Ramon zojuist binnenkomen. Dus hey, voor de mensen... stuur me gewoon even een mailtje. En dan mag je ook verder ook gewoon afsluiten. Dan kan ik best wel voorstellen, lange sessie. En daarna een hele lekkere ontspanningssessie erachteraan. Dus ik kan me best voorstellen dat ik nou vandaag vroeg naar bed. Hou het gewoon even kort. Stuur gewoon even heel kort een mailtje. Met interesse is het ook gewoon voldoende. En dan zal ik ervoor zorgen dat ik even contact met jullie opneem. En ik hoop jullie volgende week weer erbij te hebben, hoor. Ja, nou absoluut. En ik zou inderdaad gewoon iedereen willen aanraden. Ga gewoon lekker ontspannen nu. Ga aan de slag met de ademhalingsoefening. Ga het gewoon oefenen, zodat het goed in je systeem komt. En wie weet val je dan gewoon lekker in slaap. En dan ga je morgen in ieder geval hopelijk weer lekker fris en uitgerust aan de slag. Dus Koen, mag ik jou ontzettend bedanken? Ja, hartstikke bedankt in ieder geval. Ook jij, Harm. Superleuk om te doen. Ja, ik vond het ontzettend leuk dat je er in ieder geval als gast in ieder geval bij was en ons hebt meegenomen in jouw wereld als psycholoog, hoe je om kunt gaan met stress, met ontspanning. En ontzettend waardevol, denk ik, voor niet alleen voor beleggers, maar voor mensen en voor alle mensen. Natuurlijk is het belangrijk om goed met je gezondheid aan de slag te gaan. En Jasmin, ook ontzettend bedankt voor jouw bijdrage, jouw deelname, voor het beantwoorden van vragen. Maar ook gewoon, denk ik, ook voor de after service. Als mensen verder nog vragen hebben, kunnen ze in ieder geval ook daar terecht. Dus, en natuurlijk iedereen natuurlijk die er vanavond bij aanwezig was, super bedankt. Ik wens iedereen natuurlijk ontzettend veel succes. Ik zou zeggen, ga aan de slag met stap 3. Dus vergroot je kennis. Volgende week, maandag 8 uur, zijn we weer hier op ditzelfde kanaal, zeg maar. Via deze Zoom meeting gaan we aan de slag met het vergroten van je kennis. Dus iedereen ontzettend bedankt. En hopelijk tot binnenkort weer. Ja, ook bedankt, Harm. En fijne middag nog voor jou. Voor iedereen in Nederland een fijne avond. Slaap lekker straks. Dankjewel. Hey, doei. Tot ziens allemaal. Dag. Hey, doei. Doei.